Ontvang transformatie met de regenboogvlammen. In deze video gaan we dat beleven. Hallo en welkom, stralende ziel. Welkom bij de reis terug naar jezelf met Pleiades Lichtwerk. In deze video gaan we aan de slag met regenboogvlammen. Ja, en dat is een verzoek van jullie. Als jij ook een verzoek hebt voor een video, een onderwerp hebt, laat het me weten via mijn nieuwsbrief. En daarvoor kun je je inschrijven op mijn website www.ingevanstralen.nl. Regenboogvlammen. Ja, en we gaan ons beperken. En ik hou eigenlijk niet van dat woord beperken, maar aan de andere kant is het wel een soort afbakening. Kan heel erg goed zijn. En is in dit geval ook heel goed, wat de gidsen zeggen. Je hebt natuurlijk regenboogvlammen. Hè? Dat omvat het hele spectrum. En wij gaan ons nu focussen op een aantal hoofdvlammen, hoofdkleuren zou je kunnen zeggen. En het hele spectrum is oneindig veel groter. En ook, er zijn ook veel meer kleuren die we hier in deze dimensie eigenlijk niet kunnen zien, kunnen bevatten. Alleen eigenlijk wel kunnen voelen of een voorstelling ervan kunnen maken. Misschien heb je dat zelf ook wel eens meegemaakt, dat je een kleur ziet tijdens een meditatie of wat dan ook, maar dat er een kleur komt. En ja, wat voor kleur is dat nou? En dat het heel erg moeilijk is om die te beschrijven. Hè? Van ja, het is een beetje roze met een blauwe gloed met in het goud. Nou, zulke beschrijvingen krijg je dan. En die zijn heel erg waardevol. Maar ze zeggen voor deze meditatie houden we ons aan de hoofdkleuren. De kleuren die wij hier op deze planeet, in deze dimensie kunnen ervaren. Want dat is het proces waarin wij zitten. Eigenlijk die kleuren, onszelf transformeren, alles belichamen, transformeren van wonden, pijnen, zodat we ons open kunnen stellen voor hogere frequenties. En maar eerst is het dus belangrijk om alles te belichamen. En daar kunnen deze kleuren, deze vlammen, regenboogvlammen, bij helpen. En ik zal straks even benoemen welke vlammen we gaan gebruiken. Maar je hoeft dus eigenlijk dat helemaal niet te weten. Het mooie hiervan is, van deze techniek die ook in Pleiades lichtwerk wordt gebruikt, is dat je gewoon de hoeders van de regenboogvlammen kunt aanroepen. En dan komen ze en zij zorgen ervoor dat de juiste vlammen bij jou komen. Dus de juiste dingen getransformeerd kunnen worden. En als je wat specifieker wil zijn, als je met bijvoorbeeld in de rouw bent, iets dat je heel veel verdriet over iets hebt of heel erg boos over iets bent. Dan kun je dus wel aan de hoeders van die regenboogvlammen vertellen van nou, ik ben heel erg boos over iets of ik treur ergens heel erg over. Kunnen jullie me daar specifiek bij helpen? En dan zorgen zij dat de juiste mix van kleuren bij jou komt. En toevallig, ja. Boosheid zou je dus de rode vlam kunnen gebruiken om boosheid, weerstand te transformeren. En voor verdriet de groene vlam. Maar dat gaat allemaal te ver. Misschien als je daar meer over wil weten, laat het me weten via die nieuwsbrief. Hè? Er staat een link in en dan kun je dus je vraag stellen.
Maar goed, we houden het lekker algemeen voor iedereen. En heel makkelijk toegankelijk en heel diepgaand. Elke vlam waar we mee gaan werken, de hoeders van de regenboogvlammen, elke vlam heeft dus een eigen hoeder. En het is ook niet zo belangrijk hoe de naam is van dat wezen. Maar het is toch wel leuk om even de kleuren te weten. Allereerst gaan we werken met de witte vlam. Een stralend witte vlam. Het is niet zo spierwit, maar er zitten dus, het is dat wit met alle kleuren in zich. En dat, ja, als je sneeuw ziet bijvoorbeeld, hè, dat zo pling, 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 zo, al die vonken die eraf spatten. Dat is de kleur waar we het over hebben. Wit, de kleur van de goddelijke waarheid. En dat is niet zo bekend, dus daar misschien voor een heleboel mensen. Dus daarom benoem ik even deze kwaliteiten, die goddelijke waarheid. Het kan je gebruiken om illusies te transformeren. Dus als je naar een situatie kijkt en je weet het niet precies van, ja, wat is nou waar of niet? Wat is nou goed? Kan je dus de witte vlam van Divine Truth, de goddelijke waarheid, over die situatie heen plaatsen. En ook als je dus een wezen voor je hebt en je vertrouwt het niet helemaal. Ik denk van, ik ben toch een beetje bang dat ik voor de gek gehouden word. Ja, dat kan als je vertrouwensproblemen hebt, zoals ik heel lang heb gehad en af en toe nog wel. Vraag je dus, of zet je dus de goddelijke vlam, of de witte vlam van de goddelijke waarheid, zet je om dat wezen heen en de illusies vallen weg. Nou, voor de rest gaan we werken met de rode vlam, hoeder van de rode vlam. En dat is een prachtig robijnrode vlam. De hoeder van de oranje vlam ook. Juist die prachtige, schitterende, donker, ja, nou niet donker, maar hele felle kleur oranje. Dus we werken niet met pasteltint. Dat, zo zou ik het gewoon kunnen zeggen. Dan gaan we naar de gele vlam, dat is goudgeel. Zoals altijd, alle andere kleuren ook schitterend. Er komen altijd van die sprankels vanaf. Gaan verder naar de groene vlam, een soort smaragdgroen, blauw, saffieren, dat hele mooie blauw, heldere blauw, indigo, dat hele donker paars zou je bijna kunnen zeggen, donker paars, donkerblauw, diep donkerblauw, diep donkerpaars, en dan uiteindelijk de violette vlam. En dat is de vlam ook. Ik wil dus ook nog even iets over zeggen. De vlam van transformatie. Dus als je iets wil transformeren naar de hoogste frequentie van zichzelf, kan je dus de violette vlam gebruiken. En de hoeder van de violette vlam vragen. Ah, en er komt er nog een bij. De vlam, de hartvlam. Vlam, de roze gouden vlam komt er ook bij. En dat is de frequentie van liefde. Maar dan divine love. Dus de pure, onschuldige liefde. Van, ja, de liefde van onschuld, puur divine love. Ja, weet je, we gaan het gewoon lekker ervaren. Dus zorg dat je even een kwartiertje voor jezelf hebt. Ga lekker zitten, liggen en ik neem wat thee. Die slok was een beetje te groot. Goed. We beginnen, zoals altijd.
met ademen. Adem een paar keer diep in en diep uit. Adem naar je buik. En adem uit. Adem naar de plekken in je lichaam die het nodig hebben. En op je uitademing laat je los wat niet meer bij je hoort, wat losgelaten kan worden. Spanning, vermoeidheid, verdriet, boosheid, afleiding, wat het ook is. Adem naar die plekken en laat het los. Grond jezelf op de manier die jij kent. Als je bekend bent met Pleiadisch lichtwerk, laat je je grondingskoord diep de aarde inzakken. En verbinden met het aardesterrenkristal. Of je gebruikt je eigen manier van gronden. En als je die nog niet hebt, dan adem je naar je voetzolen en naar je stuitje. Vanuit je voetzolen en je stuitje laat je wortels de aarde inschieten. Diep, diep de aarde in. En welke methode je ook gebruikt, adem door je gronding, door je aarding heen. Adem aarde-energie in je lichaam. Door je grondingskoord, door je wortels heen. En vul je hele lichaam met aarde-energie. Ik roep de Pleiadische afgezanten van het licht aan. En ik vraag hem bij ons te komen. Bij een ieder van ons, in onze afzonderlijke ruimtes. En ik vraag onze afzonderlijke ruimtes schoon te maken. En te vullen met hun licht, liefde, energie en bescherming. En dan vraag ik aan de Pleiadische afgezanten van het licht om al onze energetische ruimtes met elkaar te verbinden, zodat we ons met z'n allen in één grote energetische ruimte bevinden. Aartsengel Michael van Licht en Liefde, ik vraag om onze energetische ruimte te verzegelen met het zwaard van waarheid. Ik vraag aan de Hoge Raad van Licht en Liefde van de Dolfijn Sterrentempel om onze energetische ruimte te transformeren in een heilige Dolfijn Sterrentempelruimte. En om de kristallijne pilaren om onze tempelruimte heen te plaatsen. Pleiadische, Syrische en Andromedaanse afgezanten van licht en liefde. Ik vraag om de volgende lichtkegels boven en beneden onze aura en boven en beneden onze tempelruimte te plaatsen. De interdimensionale lichtkegels, de evolutionaire lichtkegels, de intergalactische lichtkegels en de aardelichtkegels. Ik vraag ons hoger zelf om bij ons te komen en voor ons te komen staan. En maak een verbinding met je hoger zelf. Ontvang
de liefde van je hoger zelf. Een liefdestraal van het hart van je hoger zelf naar jouw hart. En als je bekend bent met Pleiadisch lichtwerk, is dit het moment om je hoger zelfverbindingen naar beneden te halen, neer te zetten. En anders vraag je aan je hoger zelf om een verbinding te maken vanuit jouw hart, door de dimensies heen, hoger en hoger, met het huis van je hoger zelf. En vanuit je hart, naar beneden, door de aardelagen heen. Naar het lichthart van Moeder Aarde. Ik roep de hoeders van de regenboogvlammen aan. En ik vraag hen om bij ons te komen. In onze energetische tempelruimte. En om onze ruimte te vullen. Met hun energie, hun vlammen. En hun aanwezigheid. Neem even een moment. Om deze prachtige wezens te voelen. De prachtige vlammen te voelen, de kleuren te zien, te ervaren, te weten dat ze er zijn. De hoeder van de witte vlam van de goddelijke waarheid. De hoeder van de rode vlam. De hoeder van de oranje vlam. De hoeder van de gele vlam. En die van de groene vlam. De hoeder van de blauwe vlam. Die van de indigo vlam. De hoeder van de violette vlam. En de hoeder van de hartvlam, de gouden roze vlam. Zie, ervaar, weet. Prachtige kleurenspel van deze vlammen. Ik vraag de hoeder van de witte vlam van de goddelijke waarheid om die vlam bij ons te brengen, in ons lichaam, in onze aura. En laat het door je heen spoelen. Voel de energie, de frequentie. Adem naar die plekken die het nodig hebben. En adem uit. Laat los op je uitademing. Dan vraag ik
de hoeder van de rode vlam. Om ons aura en ons lichaam te vullen. Misschien onze chakra's, waar het nodig is. Met de rode vlam. En ervaar deze energie. Deze energie die helpt bij het loslaten van weerstand, boosheid. Die vitaliteit herstelt. Voel deze vlam in je lichaam, in je aura, waar het nodig is, in je chakra's. Adem. En laat los. Laat los wat losgelaten mag worden. En dan vraag ik de hoeder van de oranje vlam om bij ons te komen. En onze aura en ons lichaam, onze chakra's te vullen met de oranje vlam. Voel het effect, de frequentie van deze vlam. Deze vlam die verbonden is met je emotionele lichaam. Emotionele stabiliteit kan herstellen. Kan terugbrengen. De balans kan herstellen. En ook in de seksualiteit. Balans kan herstellen. Maar voel het effect. Adem naar die plekken waar losgelaten kan worden. Dan vraag ik de hoeder van de goudgele vlam om bij ons te komen. En ons lichaam, chakra's, aura te vullen. Met die goudgele vlam. Zie de energie, voel de energie. Laat het toe. Wat doet het? Hoe voelt het? Helpt bij de afstemming op de goddelijke wil, divine will, en de goddelijke kracht, divine power, je kracht, helemaal in afstemming. Overgave. Adem naar de plekken die het nodig hebben. En laat los. Laat los wat getransformeerd mag worden. Geheeld.
zichtbaar mag worden. En dan vraag ik de hoeder van de groene vlam om ons lichaam, chakra's, ons aura te vullen met deze groene vlam. Voel het, weet het. Het kan transformeren, activeren. Het helpt bij compassie. Het geeft balans. Het kan verdriet helen. Het helpt bij je eigen waarde. Compassie. Compassie met jezelf. Compassie met anderen. Ontvang de activaties. De transformaties. Adem, ook nu. En laat los. De hoeder van de blauwe vlam, wees welkom. En vul ons lichaam, onze chakra's en onze aura. Ervaar het. Zie de kleur, voel de kleur, weet de kleur, ervaar het. Het helpt bij communicatie. Bij je zelfexpressie. Je zelfvertrouwen. Hoe je jezelf uit. Creativiteit. Ontvang deze energie. En ook nu. Adem. En laat los. De hoeder van de indigo vlam. Vult je lichaam, je chakra's, je aura. Deze vlam kan je helpen bij het zien van de hogere waarheid. Kan je helpen bij het loslaten van oordeel van jezelf, van anderen. Overtuigingen die je hebt, het helpt je de grotere waarheid te zien. En ook nu adem je in. En uit. En laat los. De violette vlam. Vult je lichaam, je chakra's, je aura. En het transformeert. Energieën die klaar zijn losgelaten te worden,
naar de hoogste versie die ze zouden kunnen zijn. Die jij zou kunnen zijn. Voel het, weet het, aanvaard het. Ervaar het. En ook nu, adem een keertje diep in. En adem uit en laat los. Dan de hoeder van de hartvlam. Van de roze gouden vlam. Vult je lichaam, je chakras, je aura. En voel het. Voel de energie, de frequentie. En je ademt ook nu een keertje diep in en uit. En kies voor jezelf welke kleur, welke vlam het fijnst voelde. Of de vlam waarvan je voelt van oké. Die heb ik nodig op dit moment. En vraag die vlam, de hoeder van die vlam, om je hele aura ermee te vullen. En een andere vlam, andere hoeder van een andere vlam, vraag je om je hele lichaam te vullen met die vlam. Dus bijvoorbeeld, ik vraag de hoeder van de groene vlam om mijn lichaam te vullen met de groene vlam. En als je meerdere kleuren, meerdere vlammen tegelijkertijd wil hebben, dan kan dat ook. En tot slot vragen we aan de hoeders van de regenboogvlammen om al hun vlammen rondom onze aura te plaatsen. Zodat we een hele mooie regenbooglaag om onze aura heen hebben. Voel het, ervaar het. Het is een bescherming voor jouw energie. Die je altijd kunt vragen om je af te schermen. Die lagen, die vlammen om je aura heen. En je ademt nog een keertje diep in en uit.
En dan bedank ik alle mooie wezens die bij ons waren. Alle hoeders van de regenboogvlammen. Pleiadische, Syrische en Andromedaanse afgezanten van licht en liefde. Dank jullie wel. De Hoge Raad van Licht en Liefde van de Dolfijn Sterrentempel. Hartengel Michael, dank je wel. En ik vraag alle energetische structuren op te heffen. Zodat we ons weer allemaal in onze eigen energetische ruimte bevinden. En adem een keertje diep in. En uit. Welkom terug, stralende ziel. Nou, wauw. Ik vind het altijd een heerlijke meditatie. Dit is ook zo verhelderend. Ja, om die regenboogkleuren om het aura heen te plaatsen. Ja, als ik bijvoorbeeld, nou ja, wat ik vroeger dan wel eens ervaarde als in de IKEA. Op een zaterdagavond of een zaterdag overdag of misschien op tweede paasdag in de IKEA op de meubelboulevard. En tegenwoordig heb ik dat bij de praxis of zo'n doe-het-zelf-centrum. Word ik helemaal leeggezoogd. Met deze vlammen om me heen niet. Dus dan ben ik veel meer in mijn eigen centrum, in mijn eigen kern en energie. Ga het toepassen. En laat me weten wat je ervan vindt, jouw ervaring, hieronder in de comments. Stralende ziel, fijn dat je erbij was. Vergeet je niet te abonneren op dit kanaal, deze video een like te geven en te delen met anderen. Dag, stralende ziel. Tot de volgende keer.